Kom maar, jongens. Kom maar. Kom maar. Ruim 50 jaar is duivenmelker, of zoals Wim Clermons het liever zegt, duivenliefhebber, bezig met het fokken van de beste, mooiste en snelste postduiven. Het is zijn levenswerk. Maar de laatste paar jaar maakt hij zich steeds meer zorgen over de toename van het aantal sperwers, havikken en vooral slechtvalken. Deze drie soorten roofvogels zijn dol op postduiven. De roofvogels, dat is een groot probleem voor ons als duivenliefhebbers. Ook een steeds groter wordend probleem. Gigantisch. Er zijn dus duivenmelkers bij die gewoon moeten stoppen. Of waar meer dan 30 à 40 duiven worden gepakt, jaarlijks zeg maar. En dan is dat niet alleen maar de zwakkere duiven of verhongerde duiven. Nee, het gaat vaak om goede duiven die gepakt worden. En hoe het mogelijk is, ik weet het niet, maar mist er een duif, dan vaak is dat een topduif. Clermons is een bekende in het duivencircuit. Hij won vele prijzen met zijn snelle duiven. Helaas heeft hij bij zijn duiven in de Korrewegwijk ook aanvallen van roofvogels meegemaakt. Vorig jaar heb ik 7 keer last gehad van een havik. 7 keer een aanval gehad. De duiven vlogen rond. Niks te zien. De eerste duiven landen op het hok. En bats, hij komt eraan. Dus ik vermoed dat hij ergens in de boom heeft gezeten. En dan is de snelheid tot de duiven uit. Zijn de duiven op vliegconditie, zeg maar, dan is het voor de havik een stuk moeilijker, zeg maar, om een duif te pakken. Maar bij mij viel het op, wanneer mijn duiven uitgevlogen waren en die dalen weer terug op het hok, dan kwam hij eraan en de duiven vliegen alle kanten op. Ik heb 3 duiven gehad, ze waren niet in de bouwhekken aangevlogen vorig jaar. Nou, die zijn het hele jaar uitgeschakeld. Ik had geluk dat ze niet dood waren, maar ze konden geen meter meer vliegen de eerste 2 weken. In stedelijke gebieden zijn volgens Clermons de slechtvalken de grootste boosdoeners. Omdat de laatste jaren steeds meer nestkasten voor deze snelste soorten valken worden opgehangen, komen er volgens hem te veel. Maar doordat er juist kasten neergehangen worden, wordt dat gemotiveerd. Er wordt weinig rekenschap gehouden doordat wij toevallig duivenliefhebbers zijn in Hardenieren. Voor mij is dat mijn passie. Dat is mijn levenswerk, mijn duiven. En dan heb je zo'n roofvogel ertussen zitten. En dat is niet 1 keer dat het gebeurt. Nee, dat gebeurt 4-5 keer op een dag. Nou, dan word je wel heel ziek. U gaat voorlopig wel door nog? Ik ga wel door met mijn duiven. Zeker. En ik hoop dus dat ik niet te veel last heb. Maar er worden jaarlijks wel veel duiven kwijtgeraakt. En dan is mijn idee van hoe kan die duif niet thuiskomen. Er waren geen aanwijzingen voor dat hij niet goed in conditie was of wat dan ook. En dan komt zo'n duif na 2-3 dagen thuis en heeft hij de hele staart als een kon uit. Of een hakt als zijn vleugels uit. Nou, daar is gewoon op gegrepen door een roofvogel. Boze postduivenhouders hebben deze week een petitie met bijna 6000 handtekeningen aangeboden aan de Tweede Kamer. Ze willen net als Wim Clermont dat de roofvogels niet langer worden beschermd om zo hun postduiven beter te beschermen.